Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben Jennifer Dekkers. Het is nu 9:10 geweest. De klok loopt achter, dus ik weet even niet hoe laat het is. Maar zoals jullie horen, de schoonmaakploeg buiten is bezig. Zo'n veegwagen. Dus ik weet niet of ik nou harder of zachter moet praten. Daar heb ik geen idee van. Maar ik werd al om 7:45 wakker gemaakt door de bel. De belde mensen een paar keer aan om Vince op te halen voor werk. Maar ik heb iets van Vince. Je weet dat ze komen tussen 7:30 en 8:00. Ga dan naar buiten! Maar dat doet hij niet. En hij staat pas om 7:00 op. En dan ben je echt nog lang niet klaar om 7:30. Maar ja, hij dan. Want ja, hij is niet snel door zijn auto-ongeluk wat hij heeft gehad. Niet aangeboren hersenletsel en weet ik het allemaal. Maar ik heb dan echt iets van Vince. Heb respect en ga naar beneden. Ga niet meteen eerst nog iets opeten of opdrinken of weet ik wat je aan het doen was. Ik denk dat hij haar aan het doen was. Maar hij ging nu ook even discussie voeren en ja, dan heb ik iets van, dude, ga weg. Ga eruit. Ik moet trouwens nog steeds de deur op slot doen. Dat was ik vergeten. Het is koud in huis. Ik heb niet goed geslapen door Vince zelf. Dus ik heb even op de bank geslapen. De reden dat ik dat heb gedaan is, ja, Vince snurkt eng en ik kan daar zo slecht tegen. Ik kan er niet tegen. Ik kan dan wel blijven roepen tegen hem, maar uiteindelijk ben ik er 10 keer zat. Ik heb hem ook gezegd van, een aantal keer roepen ben ik het zat en dan ga ik gewoon naar de bank toe en daar slapen. Dan word ik er helemaal gek van en chagrijnig. Dan denk ik van, nee, laat maar, dit wordt niks. Dus ja, dat is mijn probleem nu. Maar ja, dat is. Uiteindelijk ben ik toch weer terug naar bed gegaan. Dat was om 7:05 of zo, of 7:50. 'S morgens. En ik ben nog steeds moe. Ik heb hooguit niet zo heel goed geslapen. Die bank ligt ook niet altijd super lekker om te slapen. Dus ja. Hoe Vince hierop in slaap kan vallen, ik heb geen idee. Maar ja. We leven nog. Dus ik ga straks even naar de winkel toe. De reden dat ik gisteren niet zoveel gevlogd heb trouwens. Is de buurvrouw kwam langs. Even praten over van alles en nog wat. En ja, dan vlog ik niet. En Ajax had gespeeld en ik was tussendoor bezig met alles opruimen in huis. De gourmetzet is nog steeds niet helemaal schoon. Dus ik heb nu weer iets van, ja, het zal mijn rotzorg zijn nu. Ik ga het straks in de doos doen. En klaar daarmee. Dan kan ik het opruimen. Want ik word nu een beetje simpel van alle rotzooi. Of ik gourmet het nog steeds leuk vind? Ja, nog steeds. Ik vind het nog steeds leuk. Alleen de rotzooi is wat minder. Maar ja, ik ga zo meteen even naar de winkel toe eerst. Want even beleg halen voor brood. Ik hou niet zo van zoet in de ochtend. En fruit en yoghurt en zo. Ik wil proberen wel gewicht kwijt te raken. Mensen vragen het ook vaak aan mij. Wil je gewicht kwijtraken? Ja. Wil ik heus wel. Maar ja, dan moet ik wel de motivatie hebben. En dat heb ik niet. En sporten doe ik ook niet zo. Maar ik heb me iets van, als alles weer open is, kan ik hier naar de overkant gaan en kijken of ik een sport kan beoefenen. Maar daar zitten meestal kinderen op, dus daar zie je me ook niet zo snel. Of ik moet naar de sporthal gaan waar Co altijd voorzitter is geweest. In Zuidoost. Ja, ik woon in Oost. Amsterdam-Oost. En dan kan ik naar de sporthal daar gaan om te kijken of ik daar badminton kan doen. Maar ik kan niet goed rennen. Ik ben pas geleden ook door mijn enkel gegaan. Ik heb hem omgezwikt, want de stoep lag niet gelijk. Ligt één stoeptegel hoger dan de ander. Dus ik zikte kaart mijn enkel om. Ik had dat niet gezien ook. Ik zag het pas achteraf. Maar je voelt het ook tijdens het lopen. Dus mijn enkel doet nog een beetje zeer. En ja, dan gaat Vince masseren. En dan blijft hij op een gegeven moment de hele tijd met zijn hand zo erop. En dan gaat mijn voet verder naar voren. En dat doet dan zeer. En dat begrijpt hij niet. Dan zeg ik zo, Vince, dat doet zeer. Dus ja. Maar om die reden wil ik ook wel heus wat gewicht kwijt. Maar het werkt niet als mensen het constant blijven zeggen. Ik hoor het al vanaf mijn 13e. En toen was ik slank. Erg waar, toen was ik slank. Ik was toch wel slank, jongens. Niet zeur aan mijn kop. En dan ook nog die gemene opmerkingen van je eigen ouders die je dan af en toe te horen krijgt. Van, pas je nog wel door de deur? Ja, tuurlijk. Nee. Lamstraal. Maar goed, zo ben ik nou eenmaal. En ik trek me er nu niks meer van aan eigenlijk. En ik denk dat ik een emotieeter ben. Want als ik bepaalde tegenslag dingen hoor of zie of zo, dan eet ik weer. En nu zit ik in huis. Joehoe! Ja, er is wel iets in huis, maar dat zijn weer dingen die ik niet wil eten. Heel handig. Dus ja, dat is mijn planning voor nu.
ik ga ook Sims 3 weer spelen. En sorry, ik snap OBS totaal niet. Ik heb het wel gezien op YouTube, maar mensen moeten het gewoon echt met mij samen doen. En dan pas begrijp ik het. Maar om het zo via een tutorial te doen, nee, sorry, dat werkt voor mij echt niet. Dus helaas geen Sims video's voor mij. Ik snap het gewoon niet goed genoeg. En ik heb ook niet zo'n microfoon zoals de andere YouTubers hebben, dus daar kan ik wel een beetje jaloers om worden eigenlijk. Ja. Dus ja, dat is wel jammer dat het me niet lukt. Ik wil het graag begrijpen, maar ik heb het geduld niet meer en ik ben al 30 en ik heb iets van, hè. Nou, jippie. Ik kan nu wel proberen iets te eten, maar ik zou niet weten wat. We hebben gisteren trouwens wel al het eten, wat we hadden van gourmetten, heb ik in één pan gegooid. Sorry, ik moest net bijna niezen, denk ik. Of, nou ja, de nies kwam niet, maar... Oké. Okay. Zo. Maar al het eten heb ik bij elkaar gegooid. Een half uur laten branden, bakken, weet ik het. Sommige waren aangebrand. En dan nog wat ander eten erbij, groenten erbij. En dat was het eigenlijk. En dat is ons maaltje, dus... Ik vond dat het eten op moest. Ik heb echt alles gesneden, eigenlijk. En ik vond het gewoon echt, zoals ik net al zei, het moest op. Want anders gaat het bederven en zo. En vandaag is de dag dat we nog een keer kunnen eten en dan gooi ik het weg. Want je mag het niet lang bewaren. En dat is echt niet goed. Als ik het wel lang bewaar, dan is het ook weer niet goed. Dus ja. Maar ja. Vince heeft zijn t-shirt denk ik aangetrokken, want ik zie alleen die broek hier liggen. Dus ik ben benieuwd. Kijk, die broek ligt hier. En mijn iPad ligt er en de afwasbedieningen en ik geloof dat ik er nu maar eentje hoef te gebruiken. En dat is deze hier. Even kijken hoe die werkt nu. Of alles aangaat. Hey, hij ligt op. Kijk, hij ligt een beetje op. Zien jullie dat? Dat is de nieuwe Ziggo afwasbediening. Nou kijk, eentje gaat wel aan. Maar de tv zelf niet. Dus dan moet ik de tv weer met een andere afwasbediening doen. Die liggen hier. Kijk, dan moet ik alsnog deze gebruiken. Ja, het kan ook anders. Maar het grappige is, ze gaan wel tegelijkertijd uit. Dat dan weer wel. Zo, nou deze nog. Ik begin van de hak op de tak. Ja, ik heb geen zin om op de computer te zitten nu. Lekker op de bank zitten zo. Oh, je krijgt gelijk reclame daarover te zien. Nou, een beetje harder zetten. En ik ga weer even iets terugkijken op RTL 4. Dat is het nieuws. Ik ben benieuwd wat ze zeggen. Dus dat straks allemaal. Nou, ik kom net in de keuken en ik moet lachen, want ik denk ik ga even alle boodschappen uit mijn tas halen. En dan moet ik lachen om wat Vince heeft opgeschreven. Junkfood, vaatwasser legen, was ophangen, was draaien, was ophangen. Dus ja, bedankt Vince. Juist. Dus dat ga ik vandaag doen. Deze hier zo, de vaatwasser legen. Deze ga ik nog een keertje aanzetten, want dat mag nog wel een keertje. En dan ga ik, ja, ik ga ook eventjes de boodschappen eruit halen. Dit weer even opruimen. En dit hier opruimen. Maar dan ook nog deze kast. Want dat ziet er niet meer uit. Het is allemaal één grote bende. En ik vind dat ik dat wel eventjes mag opruimen. Dus grote schoonmaak hier. Ja, schoonmaak. Gewoon opruimdag. Nu. Dus ik ben wel even bezig. Dus ik ga even muziek aanzetten thuis, zo meteen. En eerst die vaatwasser legen, dus dat moet ook gebeuren. Dus ik laat wel even een beetje zien hoe ik dat doe. Het is niet eens schoon. Wat de? Hij was er gedraaid gisteren. Maar wat is dit dan? Hij is niet schoon. Nou weet je, dan gaat hij nog een keer draaien. Als het niet schoon is, dan gaan we het nog een keer doen, toch? Nou, dat van de vaatwasser gaat dus even wachten. Dat had ik niet gedacht, dat het nog niet schoon zou zijn. Nou, hoppa, ga los. Zo, een uurtje en een half uur gaat die draaien. Dat had ik dus echt niet verwacht. Ik denk, ik ga het even heel in een snelle timeline doen of zo, zeg maar. Maar ja, dat gaat dus niet, want het is vies nog. Nou, lekker dan.
Nou, dan ga ik ondertussen wel andere dingen doen hier zo, de boodschappen uitruimen. Dus tot straks. Update. Ik heb het nu een beetje zo. En ik tril een beetje op mijn been omdat ik hier op dit krukje of trapje stond. Dat vond ik een beetje eng. Zo. En hier zo, dit heb ik opgeruimd. En er stonk iets daar en dat bleek uiteindelijk de azijn te zijn. Een van de borden was vies en ik heb de borden nu daar gezet. Ik weet niet of dat kan. Maar ja, ik ben wel even flink bezig geweest. Veel doekjes zoals jullie zien, dus ik ga er een paar weer in de kast teruggooien. Ik denk dat ik rood ben in mijn gezicht, want ik ging de hele tijd bukken en ik kan niet goed tegen bukken. Maar ja, om de hele tijd op mijn hurken te zitten, dat is ook niet lekker voor mijn knieën. Dat heb ik wel gemerkt, want dan kon ik al van klein af aan niet meer. Ik hing mijn knieschijf de andere kant op. Nou echt, dat is een hel van pijn. En nu tril ik heel erg op mijn benen, omdat ik het een beetje eng vond om op die trap te staan. Ik ben een beetje bang om van de trap af te vallen. Kijk, ik tril een beetje. Heel klein beetje, niet heel erg. Gaat wel weer over. En ik heb pijn aan mijn pols, dus ik kan gelijk even niks meer. En de vaatwasser is nu nog bezig, een uur en 3 minuten. Ik neem het even chill nu. Zo, die is dicht. En waarschijnlijk horen jullie ook muziek, maar ik heb het even gehad nu. Even bijkomen van deze inspanning, want echt, ik tril als een rietje. Gewoon, ja. Jippie. Zo, ik heb nu de was gedaan. Ik heb de kast opgeruimd. Eigenlijk van alles opgeruimd. En ja, nu zie je hier zo hoe het erbij zit weer. Maar ik kan je wel even zeggen, ik heb het gehad met mijn handen nu. Ik heb heel veel pijn. Ze zijn niet koud of zo, dat niet, maar werd het gewoon zeer. En dan lukken bepaalde dingetjes niet meer zo goed, zoals ik graag wil. Dus ik heb pech. Ik kan de camera ook niet lang vasthouden, dus ik heb gewoon echt even heel veel pech. Dat ik nu eventjes bij ga zitten. Zo. En dan moet ik even kijken. Ja, dit gaat nog. Kijk, mijn handen willen even niet meer. En zelfs dit zo omhoog houden, zo, dat hou ik nu ook even niet vol. En ik kan je echt zeggen, ik baal daar enorm van dat ik die pijn heb. Die chronische pijn dus. Ja, ik heb dat al vanaf mijn 16e. Ik ben toen op mijn pols gevallen. En dat is dus sindsdien heel veel pijn. Soms laat ik deze pols ook wel knakken, maar het is naar deze overgeschoten, zeg maar, omdat deze het meeste overneemt. En dit is echt knudden gewoon, het is niet leuk. Dus daar kan ik even niks mee doen. Kijk, dit doet ook gewoon heel veel pijn. De beweging wat ik net deed, dat doet pijn. Dus ik heb nu eventjes pech en ik wacht gewoon tot Vince hier is. Mag hij de rest even doen? Dus niet denken dat ik klaar ben. Ik wil heus wel, maar sommige dingen lukken gewoon niet. Net zoals met sporten, ook niet heel veel dingen zullen me lukken. Rennen gaat nog wel redelijk, vind ik. De kans is alleen groot dat ik op mijn bek ga, maar hey. Ik moet het netjes houden van kool. Sorry, Co. Dat ik op mijn snuffert ga. Klinkt dat beter? Ja, nou, dat is dus wat ik probeer. Dus ik probeer eigenlijk echt gewoon dingetjes te doen. Ik heb fysiotherapie gehad, maar ik moest het rustig aan doen voor hun. Als het echt te veel pijn zou doen, take it easy. En dan heb ik nu eigenlijk een vraagje aan jullie. Wat doen jullie met kalknagel? Want ik vergeet heel vaak weer spul te gebruiken. Dat dit Mycosan, geloof ik. Ja, Mycosan. En mijn nagel zit weer onder. Alleen deze tot nu toe. En dan hoop ik ook dat het daarbij blijft. Maar ik kan je wel zeggen, het is heel irritant. Dus als jullie iets daarvoor weten, dan graag laat het weten in de reacties. Oh ja, nog iets anders weer eventjes. Over die telefoon van Wish. Juist. Dat was niet de bedoeling dat ik hem laat vallen. Had ik ook niet verwacht dat dat zou gebeuren. Maar over de telefoon van Wish. Dit, hij is blauw. Ik kreeg ook dit hoesje erbij. En op dit moment is hij leeg. En ik geloof dat Vince eraan komt, want ik hoor hem lopen. Op de trap. Dus ik ga eventjes kijken waar Vince is. Even kijken. Hallo? Het is heel iemand anders.
Het gekke is, Vince stond hier wel voor de deur. Dus wat hij nou is gaan doen, ik denk dat hij Pokémon is gaan jagen of zo. Maar ik weet wel dat hij beneden was. Dus dat doet hij goed. Dan bel ik hem gewoon eventjes. De tweede. Lassen Baren. VVK. En als jullie je nu afvragen wat is Vince aan het doen, hij is live op TikTok. Hé Vincey? Welkom bij live TikTok. Ik werk samen met Jennifer op een sociale... Hallo, camera is in beeld. Ja. Je leest alle 100 vragen terug? Vins toch? Alle succes, Jason. Weet je, helemaal. Ik weet dat het erg is. Goedenavond, Pedro de Haan. Je kan helemaal naar beneden scrollen. Ik wil toch werken. Goedenavond, Jill. Die zijn gedempt. Wat ze? Wie negeert me je vraag, hoor? Ik weet ook niet wat hij zegt. Mensen, ik ben aan het vloggen. Kom eens. Goedenavond allemaal. Dit komt allemaal op YouTube zo. 1990, Jelly 1990. Dan kunnen jullie kijken hoe de vlog eruit ziet later. Goedenavond. Klok. Goedenavond, klok. Ja, ik ben ook wel altijd moe, ja. Dankjewel. Het gaat goed, Angelina. Hoe is het met jou? Vinci. Angelina. Ik heb geen GTA. Of FIFA. Dat is het. Dat is dus wat Vince doet nu. Vince en ik gaan weer slapen. Maar eigenlijk wil ik jullie ook sorry zeggen dat ik vandaag niet zoveel gevlogd heb. Ik heb namelijk zodanig veel gedaan met mijn handen dat ik de camera niet lang kan vasthouden. Dat deed gewoon te veel pijn. En Vince kent mij wat dat betreft, dus die heeft ook weer veel dingen van mij overgenomen. Maar het lukt me dan niet om de camera vast te houden. Dan heb ik gewoon, ja, zoals ik net al zei, te veel pijn. En dat is vervelend. Ja, ik help haar. Waar ik maar kan. Dankjewel daarvoor. Mm-hmm. Heel lief. Dus ik ga jullie vragen om op mijn kanaal te gaan abonneren. Zou ik heel erg lief vinden. En een blauw duimpje omhoog zouden we ook heel erg lief vinden. En dan zien we jullie weer bij een volgende vlog. Oh ja, en Bambino komt vandaag eigenlijk, want het is nu 2:30 s'nachts of zo. Maar hij komt vandaag, hij is van TikTok, jullie hebben hem eerder gezien. Maar dus bij deze weer, rollator!